Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Vandaag doen we weer een reparatievideo, het favoriete soort van dit kanaal. En wat gaan we repareren? Dat is dit keyboard. Hoewel keyboard, het is eigenlijk een soort orgeltje. Ik zal hem even van dichterbij laten zien. Dat is een CRB Diamond Series en hier zien we staan Mascot. Nou, zoals je ziet, ligt hij al helemaal uit elkaar. Mijn broer vond deze in een kringloopwinkel. En hij is begonnen om hem een beetje te verbouwen. Want hij heeft plannen met het apparaatje. Maar terwijl hij eraan bezig was, is hij stuk gegaan. Er komt helemaal geen geluid meer uit. En dus dat is een beetje jammer. Dus daarom heb ik aangeboden om er even naar te kijken. Want hij had al wat analyse gedaan en het klonk alsof het iets eenvoudigs moest zijn. Aan de datumcode te zien is het een apparaatje uit 1979. We gaan ons concentreren op deze printplaat. Dit is de eindversterker en daar zit waarschijnlijk het euvel in. Als je namelijk het keyboardje aanzet en je slaat wat toetsen aan, dan hoor je heel erg zachtjes uit de luidspreker dat er wel degelijk een beetje geluid in zit. Je hoort een hoop ruis en je hoort op de achtergrond heel zachtjes het keyboardgeluid. Dus dat wil zeggen dat het keyboard op zich prima is, of het orgeltje. Maar de eindversterker die doet zijn werk dus niet goed meer. Ik kan dit toetsenbord nog optillen. En dan zien we daaronder nog een hele grote printplaat zitten. Met allemaal elektronica. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit nou een keyboard of een orgel moet noemen. Misschien zijn er specialisten die mij kunnen verbeteren daarin. Mijn excuus is dat ik dat waarschijnlijk dus verkeerd zeg. Het grappige is dat ze een soort blauwe IC-voetjes hebben gebruikt overal. En terwijl ik wat onderzoek deed, kwam ik erachter dat dus hier op de eindversterker ook zo'n blauwe IC-voet zit. En die zit verkeerd om. Want de IC zit, dit is de voorkant van het IC. Maar als je die eruit haalt, dan zie je dat de inkeping aan de achterkant zit van de IC-voet. Heel erg raar. Die zit verkeerd omgemonteerd. Maar het IC'tje zit goed hoor. Dat heb ik gecontroleerd, want dan kan je even nameten door hem eruit te halen en te meten waar de voedingsspanning zit. De eindversterker hier, dat is een TDA2030. Een hele bekende eindversterker in één chip. Waarmee je dus heel snel zo'n versterkertje kan maken. Die is al vervangen, want dat was natuurlijk de eerste verdachte tot die stuk gegaan was. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, er is iets anders stuk. Dan hebben we hier een hele berg functies. De volumeknop, tempo voor de drumcomputer. En het drumsvolume, hier drums off. En allerlei soorten ritmes, een wals, een march, tango. De bossa nova, de samba, de slow rock, de boogie. En natuurlijk de favoriet, de disco. Eind jaren 70, hè? Denk erom. Nou, hier een hoop effecten. Dus het geluid dat we kunnen instellen. Daar gaan we zo meteen een beetje mee spelen. En het printplaatje hierachter, dat is volgens mij om al die effecten dus in te mengen. En waarschijnlijk ook de drumcomputer. Nou, dit doet hij dus. Een hoop ruis. En als ik wat toetsen indruk, dan hoor je gewoon helemaal niks. Maar als je heel goed luistert, en ik weet niet of je het kan horen. Dan hoor je toch een beetje het geluid er doorheen komen. Wat is nou het plan? Ik heb hier mijn oscilloscoop staan. En dan ga ik even meten met de scope op het voorversterkertje hier ook. Dit is een ophampje. En die dient als voorversterker. Het signaal komt hier binnen, gaat eerst naar de opamp. En dan ga ik meten aan de uitgang van die opamp of ik het geluidssignaal kan zien. En dan weten we dus of die voorversterker zijn werk nog wel goed doet. Nou, ik ga hier meten op pootje 6 van de opamp. Daar. Dan druk ik wat toetsen in. En dan zien we gewoon dat het signaal mooi binnenkomt. Dat is alvast fijn. Dus dat is de uitgang van de voorversterker van de opamp. Nou, die gaat dan
via een condensatortje naar deze weerstand hier. Meet ik hem daar weer. Dan heb ik dus gelijk die condensator gecheckt. Die is goed. Achter die weerstand hebben we dit. Even kijken. Vind ik goed. Daar hebben we niks meer. Dat is interessant, hè? Dan kan ik voor de grap ook nog even meten op de ingang van de eindversterker. Dat is pootje 1. Dan hoor je al pok pok. Dus dan weet je al een beetje dat die eindversterker in ieder geval wat signaal versterkt. Maar er komt gewoon helemaal niks binnen. Dus dit is de uitgang van mijn voorversterker. Die is nog goed. En aan de ingang van de versterker, van de eindversterker dus, heb ik niks meer. Ik heb helaas geen schema kunnen vinden van dit apparaatje. Maar wat wel een leuke truc is nu, om even wat te testen, is het moment waar ik nog signaal vind. Om dat even af te takken. Dat even rechtstreeks aan te bieden aan de eindversterker. Om te kijken wat er dan gebeurt. Kijken of er dan nog muziek in zit, om maar te zeggen. Dit pootje hier, dit eilandje. Gaat naar pootje 1 van de TDA 2030. Dus die is goed. En dan moet ik naar deze weerstand. Een beetje een lange draad. Maakt niet uit. Dat is de uitgang van de op-amp. Maar wel naar die condensator. Zo komen we weer een stapje verder, hè? Ik haal die draad er weer uit, want dit is absoluut niet de oplossing, hoor. Dit was alleen maar even een gauw, snel, quick and dirty testje. Maar waarschijnlijk bied ik nu een verkeerd signaal aan die eindversterker. Het duurde ook even voordat die op gang kwam, dus dat zit echt niet goed nog. Maar we weten wel dat die eindversterker in ieder geval het signaal kan versterken en dat die volversterker ook goed zijn werk doet. Maar daartussenin gebeurt nog iets raars. Toen ik net meette met de oscilloscoop, toen vond ik op dit punt nog signaal en na die weerstand niet meer. Dus we moeten eventjes de spoortjes een beetje analyseren onder op de printplaat om te zien wat er nou precies gebeurt daar. Daar heb ik een leuke truc voor. Dan pak ik mijn telefoon en die zet ik even de zaklamp aan. En die zaklamp leg ik dan omgekeerd onder de printplaat. En dan kunnen we dus mooi die spoortjes volgen, een beetje van wat er nou precies gebeurt. Nou, hier hebben we die weerstand. En dan zien we dus dat die weerstand is verbonden met nog een weerstand. En die gaat via deze condensator uiteindelijk naar pootje 1 van onze versterker. Dus dat is gewoon een signaalpad. Maar hier, op het punt waar die twee weerstanden samenkomen, daar takt een spoortje af en die gaat hier naar een transistor toe. Kijk, daar zit een transistor. Nou, als je even aan de onderkant kijkt, dan zie je dus dat die transistor het signaal kan doorverbinden hier met massa. Want het andere pootje hier gaat naar dat grote eiland hier in het midden. En dat is massa. En de basis van die condensator die gaat hier over dit draadje heen. Bovenlangs. En die gaat uiteindelijk naar deze condensator toe. En nou ja, ik zal even tekenen wat er ongeveer gebeurt. En dan wordt wel duidelijk wat er waarschijnlijk aan de hand is. Ik zal kijken of ik kan uitleggen wat er gebeurt. Mijn signaal komt uit mijn op-amp via een klein elcootje. Zo, dan gaat dan naar een weerstand toe. En die is verbonden met nog een weerstand. En dat gaat uiteindelijk weer via een condensator naar de TDA 2030. TDA. Op pootje 1, zoals we zeiden. Dat is mijn signaalweg, maar hier tussen die twee weerstanden in, van 22K zijn die allebei, daar wordt het signaal afgetakt en gaat het naar een transistor. Dat is een transistor, een BC172, dat is een NPN, zo dus. En hier hebben we massa. Zo. En aan de basis hebben we het volgende schakelingetje. Hier een grote elco. Plus. Die zit aan 12 volt.
En hier zit hij met een weerstand aan massa ook. Ik teken niet alle componentjes, maar dit is een beetje de basis. Plus. En wat we hier zien is eigenlijk een soort inschakelvertraging of een inschakelbeveiliging. Het is een mute schakeling. Want wat gebeurt er? Als de versterker wordt ingeschakeld, staat hier 12 volt en die condensator is leeg. En die condensator zal dan gaan opladen. Hij is 74 micro, deze is 74k. Dus langzaam gaat die condensator opladen. Als die condensator nog leeg is, dan staat op dit punt 12 volt, plus 12 volt. Dan zal hier dus een stroom gaan lopen door die transistor en die sluit dan hier mijn signaal kort. Dus al mijn signaal hangt hier gewoon aan massa. Dus ja, dan komt er niks uit de versterker natuurlijk, want mijn signaal is kort gesloten. Nou, langzaam loopt die spanning hier op, of eigenlijk naar beneden, naar 0 volt. Want die condensator laat op en er gaat steeds minder stroom lopen. Uiteindelijk loopt er helemaal geen stroom meer. En dan staat hier gewoon 0 volt. Nou, dan is die transistor natuurlijk al lang niet meer in geleiding. Want er loopt hier geen stroom meer. Dus die transistor gaat ergens tijdens het opladen uit geleiding. En dan is mijn signaal prachtig zo doorlopend naar mijn versterker. Dus dan hebben we signaal en dan kunnen we gaan spelen. Maar bij het inschakelen is dit circuitje actief. En dat zorgt ervoor dat dus het signaal wordt kortgesloten naar massa. Nou, wat kan hier nou mis zijn? Die transistor kan kapot zijn. Dus die is misschien constant in geleiding, omdat die ook gewoon kortsluiting heeft aan de binnenkant. Of die condensator hier die is versleten en daardoor glijdt die altijd stroom. Dus hij wordt nooit volledig opgeladen en er blijft altijd stroom lopen van deze 12 volt naar deze massa. Ja, en daardoor stuurt die constant die transistor in geleiding. Dat kan ook fout zijn. Om dit nou te bevestigen ga ik eerst die transistor eruit trekken en kijken wat er gebeurt. Kijk, daar is die. Nou, stekker weer erin en kijken wat er gebeurt. Zie je, dus ergens is die mute-schakeling gewoon stuk. Die transistor van het mute-circuit die zat hier, deze drie pootjes. En die condensator waar ik het over had, die wordt opgeladen, dat is deze zwarte. Die. Nou, het zijn allemaal condensatoren uit 1979, dus ik ga er sowieso een paar vervangen. Deze van de voeding ga ik vervangen. Dit is de uitgang van de versterker, die ga ik ook vervangen. En dus die van het mute circuit, die gaan we sowieso vervangen. Dus ik ga die transistor vervangen en die condensator eerst. En dan denk ik dat het in ieder geval wel is opgelost. Ik begin met die transistor. Dat is deze. Nu kunnen we voor de grap even testen of die transistor echt het grote probleem was. Nou, daar lijkt het wel op. Dus die transistor, die was gewoon stuk. Maar ik ga nu toch verder met het vervangen van die condensatoren. De oude voedingselco, dat is deze, die zat op dit punt en op dat punt. Maar mijn nieuwe elco, dat is een iets ander model, die past daar natuurlijk niet tussen. Dus ik heb twee nieuwe gaatjes geboord en de lak een beetje weggekrapt om twee mooie schone koperen eilandjes te krijgen. En dan soldeer ik die vanaf de andere kant natuurlijk hierin. Die condensatoren waar ik het over had zijn vervangen. Dus we gaan eens kijken hoe dit nou doet. Als ik hem aanzet, hebben we geen rare geluiden meer. Geen ruis meer. Hij klinkt hartstikke goed.
met deze hele rits met knoppen, die nu een beetje te diep liggen, kan ik het geluid instellen. Nu zit alles uit. Komt er ook geen geluid uit. Dan heb ik hier de elektrische piano. En ik kan bijvoorbeeld een fluit kiezen. Maar gecombineerd is het leuker. Ik heb hier nog Wawa. En de vibrato. Een sustain. Nou, dan zetten we de disco aan. En dan kan ik hier ook automatisch dingen laten invullen. Automatisch bas. Een tijdje doorgaan met een beetje klooien, maar daar wordt deze video niet beter van ofzo. Dus ik zeg nu maar bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.